Yo mensen! Chris op man. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met... Daniel. Nee, Zwanus gel. Hij heeft gel voor Zwanus. Daan en ik hebben leuk nieuws. Ja. Want Daan is momenteel gestopt met school. Klopt. Ik voel je broeder. Thanks man. Niet permanent zoals ik waarschijnlijk. Maar Daan die heeft even een tussenstop van nu tot en met het einde van de zomervakantie. Als ik het goed heb. Ja, klopt. En in die tijd komt hij gewoon bij mij werken. En we gaan gewoon lekker video's maken. Yes. Maar we gaan de druk niet te hoog leggen, want we gaan geen verwachtingen kweken of zo. We gaan het gewoon lekker zien. We blijven lekker gewoon NOX Zone video's maken. Gek, grappig, lekker kloten. En gewoon, Daan doet gewoon lekker mee. Ja. Nee, heerlijk joh. Nee, het wordt gewoon hartstikke leuk. Als we de druk hoog gaan opleggen, dan wordt het niet leuk. Dan wordt het niet soepel. Het is natuurlijk mijn hobby, maar ook mijn werk. Dus dan hou ik het ook voornamelijk hobby, maar wel werk. Precies. Nee, het wordt gewoon hartstikke leuk joh. We gaan alleen maar leuke dingen doen. Binnenkort heb ik ook mijn rijbewijs, kunnen we naar plekken toe. Maar daar, ik moet gewoon bij mijn werken, gast. Wat een leuke baan heb jij. Je mag alleen maar leuke dingen doen. Echt de hele dag kloteren. Zijn eerste werkdag was eigenlijk al de video met de luchtbugs. Ja. Nou, kijk, dus daar gaan jullie de komende maanden zien. Ja, nou, dan vertel even wie je bent. Wie ik ben. En wat je precies gaat doen bij mij. Nou, ik ben Daniel. Ik ben... Hey! Nee, ik ben 17 jaar. Ik ben bijna 18 trouwens. Ik kom achter de camera staan bij jou. Ja. En ja, ik sta denk ik 80% achter de camera. En af en toe zou ik wel eens meedoen. Ja. Dat is ook wel grappig. En verder, ja, ik ben jouw hulpje om het zo te zeggen. Ja. Ik kom je gewoon helpen. Hij is mijn hulpje. Ja. Ik merk het al. Ik ben perfect voor de camera en Daniel achter de camera. Want Daniel is even wat rustiger dan ik. Ja, jij bent best wel druk, hè? Ja, ik ben best wel druk gewoon altijd. Ja. Maar nu helemaal. We gaan gewoon een leuk avontuur neerzetten. We gaan gewoon alleen maar leuke dingen doen. Het gaat gewoon vet worden, oké? Weet je, we kunnen ook altijd wellicht nog een Q&A doen of zo, weet je? Als jullie meer willen weten over Daan. Jullie kennen van mij al best wel veel natuurlijk, maar van Daniel nog eigenlijk helemaal niks. Dus misschien gaan we wel een Q&A doen. Dus als jullie dat willen, laat het even weten beneden. Laat gelijk een vraag hierachter. Nou Daan, van een schaal van 1 tot 26 en 5 anusvetsessies, hoeveel kaas heb je in je teen zitten? 3.